Maar heb je alleen dekkende verf, Jan, of ook transparante verf? Mousse F is dekkend. Dat zijn dus dekkende kleuren. En dan gaat het dus zo eruit zien. Dat moet je dan twee keer behandelen. Vaak één keer gronden en één keer om het helemaal dekkend te krijgen. Ik heb ook een volledig transparante verf. En dat is eigenlijk een inkt neer waarbij je de huidnerf beter ziet uitkomen. Waarbij het hout beschermd wordt tegen vochtindringing. En die heet Storm of Chute. Dat is ook F-type, maar daar zit geen pigment in. En dan blijft het hout dus zoals het eruit ziet. Het wordt alleen wat mooier, net of het nat wordt. En het beschermt tegen vocht. Een heel leuk product, wat ik heel veel verkoop, is Dima. Dat betekent mist of nevel in het Zweeds. En dan krijg je een half transparant effect. Dat zie je een klein beetje hier. Dit is Dima Grau. Dan blijf je dus het hout zien door de kleur heen. Dit is een plankje dat wat dikker geverfd is. Je kunt het ook heel dun doen, net zoals je het zelf wilt. En dan krijg je een waas over het hout. Dima is nevel of mist. Vaak gebruik je die wit, dan heb je dus whitewash. Maar je kunt hem ook in een kleur bestellen. Grijs of blackwash, dat is ook populair tegenwoordig. Of een andere kleur. En heb je alle kleuren van de regenboog? Alles wat ik wil? Ja, de klant mag alles wat hij wil. Ik kan eigenlijk alle kleuren mengen, dat is geen probleem. Maar ik heb natuurlijk een aantal standaardkleuren. Die staan op deze kleurenkaart. Mm-hmm. En die kleuren kun je dus krijgen, zowel dekkend als half transparant. Wil je een andere kleur, moet je even contact opnemen. Dat kan altijd. Ik heb bijvoorbeeld ook het typische Nederlandse groen. Zaans groen, zeg maar, momenten groen. En een paar andere kleurtjes. Heb je een RAL-code of een voorbeeld, dan kunnen we dat ook voor je mengen. Beter nog een NCS-code, want NCS is even wat duidelijker in ons leven. Dat kun je overigens allemaal teruglezen op de website bij het klikje kleuren. Dankjewel, tack så mycket.